Zo, Leon. Gefeliciteerd. Big win tegen Alba Berlijn. Ja, mensen in Nederland kennen jou, maar ze kennen ook Alba Berlijn als je Duits basketbal zegt. En je wint gewoon van een van de topploegen in Duitsland. Hoe is dat gegaan? Ja, heel intens. Ik bedoel, ons goal als team zijnde was ook om een van de grote beesten te verslaan. Dat is onder Bamberg, Berlijn of Bayern. Of Bayern München. En nou ja, succesvol. Gelukkig. Leon, ik heb hier een heel klein filmpje uit Nederland. Dat wil ik even aan je laten zien. Het is van een oude bekende. Ik ga dat even opzoeken voor je. Iemand wil even wat tegen jou zeggen. Dus ik heb even een kleine verrassing. Daar gaan we, Leon. Karel. Hey Leon. Helaas kan ik niet met de jongens mee. Hè, om jouw prestaties te aanschouwen. Maar ik wil je hierbij de hartelijke groeten doen. En we zien elkaar wellicht in het Nederlands team. Hey, succes vanavond. Hoi hoi. Oh, superleuk. Ja, wie was dat, Leon? Dat is Karel. Dat was het team. Of degene die bij het Nederlands team verzorgster. Ja, ik heb je onder andere in Zagreb zien spelen. Als ik zo hier de entourage zie, dat lijkt er wel een beetje op, hè? Volle bak, alles super professioneel. Ja, het is een andere koek, hè, dan vergeleken in Nederland. En om zoiets te beschrijven, ja, dat is ook een beetje moeilijk. Maar ik bedoel, de atmosfeer is hier zo geweldig. Het fans ook, hè, als je achter staat, ze blijven maar achter je staan. Dus dat is echt, het is gewoon iets anders in Nederland, weet je wel. Het is een andere cultuur. Kun jij je samenwerking met coach Johan Royakkers omschrijven, Leon? Kende je hem eigenlijk al? Nee, ja, ik ken hem natuurlijk van de naam, weet je wel. Dat hij in het buitenland koos. En dat hij de jeugd in het nationale team, maar voor de rest kende ik hem niet. Behalve dan dat hij wel in de Bundesliga uiteindelijk coacht ook. En daar hebben we ook een paar keer tegen gespeeld met Landsteden. Dus vandaar dat hij mij ook kan herinneren, waar ik had geen verkeerde wedstrijden toen gespeeld. Dus dat speelde allemaal gunstig mee voor mij. Maar in principe, ja, Jan en ik gaat prima. Hij geeft me gewoon goede tips en hij vertelt mij ook hoe ik me moet representen in de league. Weet je, hij zegt, je moet gewoon proberen de irritante Nederlander zijn van de league. En ja, dat doe ik door middel van fullcourt te verdedigen en dat soort dingen. Gewoon extra, allemaal dingen extra'tjes doen. Ja, en Johan is nog jong. Jij bent helemaal nog jong, Leon. Inderdaad, we kennen je vooral van Landsteden, waar je goed gespeeld hebt, het Nederlands team. Vorig jaar bij Den Bosch een beetje, ja, op zich een rommelig jaar, maar je had wel hele goede stats. Als ik hier zo deze wedstrijd zie spelen, je pakt lekker veel minuten. Jouw rol lijkt te zijn gewoon het team goed laten draaien, solide spelen, goede passes geven, hard verdedigen. Herken je dat? Of nee, heb je, ja? Ja, je zegt het perfect. Ik bedoel, deze wedstrijd was niet mijn wedstrijd aanvallend gezien. Maar verdedigend inderdaad. Gewoon zoveel mogelijk druk zetten en zorgen dat de tegenstander extra moe wordt. Waardoor de rest wat minder hoeft te doen. Verdedigend is voornamelijk mijn taak. Was je daar tevreden over vandaag? Team, ja, sowieso. Ik bedoel, ik mag niet klagen over deze win. Maar persoonlijk natuurlijk kan er altijd wel een paar stapjes bij. Jij hebt hier een contract voor één seizoen? Ja. Heb je al iets van verwachtingen? Of is dat gewoon nog een beetje te vroeg om vooruit te kijken? Ja, ik bedoel, ik hoop natuurlijk dat ik langer in de Bundesliga blijf. Al is het niet in Göttingen, dan is het misschien ergens anders. Maar dat is wel mijn doel of mijn ambitie. Dus, Leon, jij maakte deze grote overstap. Toen was het lastig om even voor het Nederlands team uit te komen. Heb jij nog contact met het Nederlands team? En ja, zou je weer graag mee willen spelen? Misschien is dat moeilijk te zeggen gezien het programma. Maar sta jij open voor het Nederlands team? Het was sowieso wel een moeilijke keuze. Want ik bedoel, dus dat is natuurlijk wel iets wat ik graag doe, weet je wel, voor het land uitkomen. Dat is ook best wel veel trots. Maar ik moest ook in overweging brengen voor mijn eigen toekomst. Ik bedoel, we spelen ook het nationaal team om jezelf in de kijker te spelen. Nou, dat heb ik ook een beetje gedaan. En de bedoeling was om 1 jaartje een tussenstop te maken. En dan volgend jaar hopelijk er weer bij te zijn. Dat is wel de bedoeling. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat Johan, als het enigszins mogelijk is, daar wel aan mee wil werken. Maar goed, je krijgt de wedstrijd in augustus en dan waarschijnlijk alweer in november. Dus weer een nieuw systeem. Jullie team. Jullie staan denk ik ruim boven de degradatie, maar net onder de play-offs. Hebben jullie ambitie om, het is een league van 18 teams, om bij de eerste 8 te komen? Of is dat toch nog een beetje hoog gegrepen? Nou, ons doel was in eerste instantie om niet te degraderen. Dat waren ook de verwachtingen. Ze hadden ons geplaatst als nummer 18 of nummer 17. Daar hebben we hard voor gewerkt en nu staan we, met deze weet ik niet, maar we stonden 12e, nu zouden we waarschijnlijk 11e of 10e of iets dergelijks zijn. En ons doel is natuurlijk wel om te vechten voor de play-offs. Wij moeten inderdaad ook weer dat team zijn van, gaan ze nou wel of moeten we tegen Göttingen? Dus ik bedoel, ons doel is daar natuurlijk wel naartoe, waarom niet?
Nou ja, als ik jullie zo zie spelen, absoluut. Ik hoorde wel van Johan dat jullie... Aan de ene kant investeert de club heel veel in de structuur, in de faciliteiten. Maar eigenlijk qua spelersbudget is het bescheiden, zeker als je het vergelijkt met een Berlijn. Maar ja, je wint er wel gewoon van. We gaan een beetje afronden, Leon. Wat is dan de kracht van dit team? Wat zou de kracht kunnen zijn waardoor jullie toch die 8e of misschien wel 7e playoff plek gaan halen? Ik denk dat wij een enorme wilskracht hebben. En ook een heleboel spelers die er hard voor willen werken, weet je wel. En we willen gewoon hard voor elkaar vechten. Weet je. Sommige mensen van Berlijn bijvoorbeeld, die zijn allemaal van die grote spelers. Die hebben al een hoop ervaring en wij zijn heel ambitieus, denk ik. Dus we hebben vooral veel wilskracht. Jullie zijn de jonge honden die wat willen bewijzen. Hartstikke goed, Leon. We hebben een heel klein cadeautje voor je meegenomen. Even kijken wat dat is. Oh, Dick. De tas. Wil jij je cadeautje aan Leon geven? Het maakt niet uit welke. Ze zijn allebei hetzelfde. Kleine cadeautje uit Nederland voor jou. Even een heel klein aandenken. Ja, je bent breed geworden, Leon. Ik weet niet of het nog past, maar we gaan even kijken. Ik valt allemaal mee, hoor. Ik ben flink afgevallen. Ja? Ja. Staat ook waar jullie op trainen, Leon? Op bodyfat en dat soort zaken? Ja. Ja, alles is zo professioneel. Het is echt niet normaal. Ik weet het ook meegekregen. We hebben ook ze hebben een nieuwe hal van voor mij 1,5 miljoen gebouwd. Dus, en dat is alleen beschikbaar voor ons, voor Beker Göttingen, dus dat is optimaal. Maar hey, high basketball. Ja, dus met de groeten van Ivo en Ferry. Oké, okay, dankjewel. Super. Nee, XL komt goed, dat is prima. Dan moet kan nog in groeien. En anders dan, misschien kun je hem gewoon aan de fans geven, ook prima. Want ik zie dat jij leuk contact met de fans hebt. Leon Wims, enorm bedankt voor je tijd. Ga je heel goed hier in de boetes liggen. We blijven je volgen. Yes. En het was echt een grote eer om hier vandaag te zijn. En dan, jullie hebben ons een prachtig cadeau gegeven. Dat jullie er waren, echt. Ik bedoel, het is altijd fijn om Nederlands volk hier te zien. Dus hopelijk komen er nog veel meer. Goed zo. Mensen, dit was Leon Wims. We gaan straks nog even spreken met de coach Johan Royakkers. Leon, hartstikke bedankt. Hè. Yes.